Monseigneur de Kezel, gulpbisschop van Gent, geboren en getogen aan de Gemnaer, vierde te midden van de zijnen zijn houden priesterjubileum met een dankmis in de kerk te Adegem. Na de jubileummis moesten dan ook op het kerkplein vele handen worden gedrukt van bekenden, vrienden priesters, schoolkameraden, magistraat en officiëlen. Begeleid door de koninklijke muziekmei de Verenigde Vrienden van Adegem, trok de feestelijke stoet voor een grootse receptie naar de feestzaal d'Ave, waar nog een daverende serenade voor de jubileerende ten beste werd gegeven. De receptie, die in een uiterst ontspannen en familiale sfeer verliep, was een kluwen van feliciterende mensen die allen het houten boek van de commune Adegem als een blijvend historisch aandenken aan deze uitzonderlijke jubeldag mochten tekenen. Voor de heilige zusterkens had de bisschop een vriendelijke attentie en werd het voor hen gewis ook een onvergetelijke hoogdag.